Dan komen we bij agenda punt 5, ontwerpbesluit in zaken stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost. Maar voordat we verder gaan, zal ik even een nummertje trekken voor de spreekvolgorde. Fractie Jacob. Ja, voorzitter, dankjewel. Voorzitter, op de eerste plaats is het een leuk stuk, het is een visie. En de eerste vraag die wij dan oproepen is, wie gaat dat eigenlijk betalen? Als je ziet dat we de komende jaren nog flink wat over de schutting krijgen gegooid van Den Haag, moet ik me bij deze visie moet ik me toch de handen vasthouden en kijken hoe we dat krijgen gefinancierd. Want dat zal heel moeilijk zijn. Met name even terugkomen op het wonen. We praten hoofdzakelijk over het wonen bovengronds, maar we hebben ook een ondergronds. We hebben enige tijd geleden in een commissievergadering een bijdrage gehad van de heer Bok over mijn verleden. En ik zie dat heel semier terug in de stukken. Semier, zodat het aangeduid wordt en verder gaat er eigenlijk niks over. Er wordt zelfs gepraat over een welbiesbreuk en dat is het eigenlijk. Ik zie toch in dit gebied een aantal problemen komen. En die zijn er al, met name op de bossen. En ik zie ook, als ik dan naar de thema's kijk, de potentiële aanpak, dat er een aantal nieuwbouwprojecten gerealiseerd wordt. Dus mijn vraag is er ook goed onderzoek gedaan naar het ondergrondse? Want ik heb daar een harthoofd in. Verder, voorzitter. We kunnen wel praten over afraak. En het is zoals de heer Wintjes aangaf, dat er 668 woningen afgebroken moeten worden. En de vraag is wie en wat. Is dat de particuliere sector? Is dat de sociale sector? Tot nu toe hebben we alleen maar gezien dat het de sociale sector is. En als je dan in kerkraden met mensen spreekt die graag een nieuwe woning, voor nieuwe woningen in aanmerking willen komen, gaat het niet meer vloeiend. Vooral de nieuwkomers. De mensen die in sloop panden zitten, die hebben een urgentieverklaring bij een inschrijving en die zijn sneller aan de beurt. Maar de nieuwkomers hebben onnoemelijk veel problemen met het bereiken van de nieuwe woning. Ook zijn er een aantal plannen al uitgesteld, met name op het Chevermonse van Heemwonen. Dus ik vraag me eigenlijk af wat daar eigenlijk de oorzaak van is, dat dat een beetje achteraf gesteld is. Zijn er dan woningen tekort? Terwijl ik net een plaatje zag van mevrouw dat er toch een hoop leegstand is. Is dat de leegstand in de particuliere sector of is dat de leegstand in de sociale sector? Ik vraag me dat eigenlijk af. Dat was het voor de eerste instantie, voorzitter. Met dank in ieder geval bij voorbaat. Mijn naam is Wim Mazeu, woon in Limburg. Een paar punten die in ieder geval ook echt wat toegespitst zijn op volkshuisvesting. Ik zal een poging doen daar antwoord op te geven. Er was een vraag over de 5000 woningen slopen in relatie tot sloopfonds van de provincie. Dat heeft wel met elkaar te maken, maar het zijn wel verschillende sporen. Wat u van de week in de krant hebt kunnen lezen is in ieder geval een inventarisatie van de sloopplannen die de corporaties gezamenlijk op Zuid-Limburgse schaal hebben. En die inventarisatie heeft plaatsgevonden omdat u wellicht weet dat de corporaties vanaf dit jaar fors worden aangeslagen om een bijdrage te doen aan het mee oplossen van de begrotingsproblematieken in het Haagse. De zogenaamde verhuurdersheffing. Dat is een forse aanslag op eigenlijk begroting van elke corporatie. Maar de minister heeft daar wel voor de krimpgebieden in Nederland, en daar valt Zuid-Limburg onder, in ieder geval de pijn iets verlicht door een regeling te treffen dat daar waar in die gebieden waar daadwerkelijk geen uitbreidingsopgave meer ligt, maar een sloopopgave, en dat hoef ik u niet te vertellen, slopen kost geld, hè? De mogelijkheid geboden om daar een soort kortingsregeling op af te kondigen. En dat betekent dat als je in de periode 2014-2017 daadwerkelijk woningen sloopt, krijg je een korting op die aanslag, zal ik maar zeggen, van 15.000 euro per woning. Nou, die plannen, daar zijn we als corporaties, ook in het Parkstadse gezamenlijk, al volop mee bezig natuurlijk. Er wordt al redelijk wat gesloopt. Maar voor de komende jaren verlicht dat voor ons iets de pijn van die heffing. Omdat wij gewoon niet in een groeimodel zitten, zoals andere delen van Nederland. Maar omdat we het ook al fors voor onze kiezen krijgen om überhaupt die woningvoorraad te doen krimpen. En de provincie, onder regie van de provincie, zal ik maar zeggen, is dat geïnventariseerd. Corporaties hebben dat aangeleverd en daar komt dat getal van die 5000, of van kleine 5000 woningen, die de komende 4 jaar op Zuid-Limburgse schaal gesloopt zullen worden. En daar zit ook een aandeel van in uw gemeente.
Het sloopfonds, dat is een, het raakt dezelfde problematiek, maar dat is gewoon een fonds wat de provincie herkent. Om daar waar zij ook meerwaarde zien om zaken te versnellen of opgaves mee te helpen los te trekken, is er een sloopfonds. En ook daar zal de komende jaren, denk ik, mits er goede plannen komen, een beroep op de provincie gedaan kunnen worden als medefinancier mogelijk van een aantal vraagstukken die we op dat terrein tegenkomen. Dus ik hoop dat dat wat dat betreft wat verhelderd is. Een aantal vragen over plancapaciteit in relatie tot de sloopopgave. Ja, zo is het natuurlijk wel. En ook dat vliegen we zeker met samen in de stadsregio Parkstad vrij serieus aan op dit moment natuurlijk. Nou, daar weet het college ook alles van. We kijken natuurlijk, of we moeten kijken, willen we de sloopopgave niet nog groter maken? Om te kijken van ja, waar is nog verantwoord nieuwbouw of vervangingsbouw noodzakelijk? Maar het beperken van de plancapaciteit, dat bepleiten wij in ieder geval als corporaties ook wel stevig, is natuurlijk ook een basisoplossing om in ieder geval de opgave die we al kennen zeker niet te doen groeien. Betekent dat je niks meer bouwt? Nou, u ziet in de plannen dat wij vanuit Wonen Limburg ook nog best wel wat, pincetgewijs zou ik willen zeggen, best wel wat terugbouwen. Maar al die opgaves zijn per saldo verdunningsopgaves. Dus we slopen meer dan dat we terugbouwen. Omdat natuurlijk de woonwensen, de bevolking krimpt, ook hier in het Kerkraadse. Maar de woonwensen veranderen natuurlijk ook. En dat betekent wel dat je ook nog een stuk onderhoud en ook een stuk vervanging aan je voorraad moet plegen. Om uiteindelijk aan die woonwensen van de toekomst ook tegemoet te komen. Er was een hele concrete vraag over op de bossen en hoe zit dat daar in de ondergrond. Wij hebben daar in ieder geval geen hele, laat ik zeggen, voordat wij gaan bouwen, wordt dat natuurlijk onderzocht. Maar wij hebben in ieder geval geen signalen dat daar woningbouw niet mogelijk zou kunnen zijn. Zijn daar toch andere signalen over? Ja, daar staan we daar open voor om daar, om die te vernemen, zal ik maar zeggen. En er liggen nogmaals bescheiden plannen om op een aantal plekjes op de bossen en bij het burgemeester Domeplein in ieder geval wel en sloop en gedeeltelijk terugbouw wel te plegen de komende jaren. Ik denk dat dat de belangrijkste thema's waren die mij raakten. Ja. Dankjewel, fractie Jacobs. Ja, voorzitter, dankjewel. Even terugkomen naar de beantwoording van meneer van Wonen Limburg. Hij is een beetje verbaasd of verbaasd. Hij kan zich niet herinneren dat er problemen voortdoen op de bossen. Ik kan me die wel herinneren van de afgelopen 2 jaar. En daar is ook geen goed onderzoek naar gepleegd. Dat kan ik zelfs stellen. Maar dit is niet alleen naar Wonen Limburg toe. Ik bedoel, we hebben daar te maken met veldbiesbreuk. En als we de presentatie toen de tijd van de heer Bok gehoord hebben over het Blije Heidse, dan speelt zich dat ook af in het Chevermondse en in het project waar die visie over gaat. In Eigelshoven, Haanraden en noem maar op. Dus wat nu belangrijk is, dat we ook weten wat er ondergronds gebeurt. Kijk, er zijn een aantal projecten zoals de Villa Holskuil, waar eventueel nog gebouwen plaats moeten, of moeten komen, gebouwd moeten worden. Die straks betrekking hebben ook op het mijnverleden. En als we daar niet rigoureus ingrijpen, of in ieder geval onderzoeken of dat mogelijk is, dan zijn we straks met de nieuwbouw, zitten we weer in de problemen. En dan kunnen we weer een lijstje opstellen van een nieuwe visie, om te kijken hoe we in de toekomst verder gaan met Kerkraden. Dus het bevreemt me zeer dat meneer van Wonen Limburg niet bekend is met de problematiek op de bossen, met name Gullikstraat, Russelstraat en ook in de Vermeertestraat. En ja, ik hoop toch dat deze commissie snel een onderzoek laat starten hoe het ondergronds is. Want dat is namelijk belangrijk voor bovengronds. De fractie Partij van Arbeid. Dan de beantwoording nog. Ja, voordat er misverstand ontstaat. Natuurlijk ben ik op de hoogte van de problemen die hebben gespeeld bij de woningen daar te plaatsen. Maar ik interpreteerde uw vraag alsof nieuwbouw daardoor daar op die plek niet mogelijk zou zijn. Dat zijn volgens mij twee werelden. Er zijn problemen bij die woningen geweest. Maar wij hebben geen enkel signaal dat nieuwbouw, en natuurlijk houden we dan wel rekening dat dat soort problemen die we daar hebben gehad niet meer terugkomen. Dat daar vanwege ondergrondse vraagstukken onmogelijk zou zijn. Nieuwe technieken, ook in de woningbouw, maken het mogelijk om daar gewoon kwalitatief goede woningen neer te zetten.
Voorzitter, mag ik misschien een verhelderende vraag stellen hierop? Ja. Het is misschien wel, het is niet mijn vraag geweest, maar wel duidelijk. Want er wordt natuurlijk vanuit kerkraden en het CDA daar terecht mee begonnen, gewezen op mogelijk effecten van de mijnbouw op hele lange termijn, waar eigenlijk nu geen compensatie voor is. Maken de woningcorporaties zich daar ook zorgen om? En lobbyen zij ook bij het Rijk om mogelijk nog iets in beweging te krijgen voor extra compensatie? Ik heb recent ook vernomen van de discussie een beetje in het verlengde van het Groningse, zal ik maar zeggen, dat hier ook. Wij hebben in ieder geval geen concrete signalen dat onder bezit van ons, zal ik maar zeggen, dusdanige risico's of potentiële risico's zouden zijn dat we ons daar nu serieus zorgen om maken. Maar nogmaals, wij zijn ook niet alleswetend wellicht. We hebben natuurlijk ook het loon in Heerlen waarbij ook toch dingen gebeuren. Maar... als u vraagt van, bent u daar nu actief mee bezig omdat u signaal hebt dat een serieus risico is, dan moet ik daar gewoon eerlijk nee op zeggen. Ja. Voorzitter, mag ik daar een verhelderende vraag over stellen? Nee, maar de stadsdeelvisie is wel een... Maar voorzitter, het staat er wel in de stadsdeelvisie en daar kan ik over de mijnbouw, daar kan ik het hebben. En we let mij niet om vragen te stellen hierover. Nog één verhelderende vraag over dat gedeelte en dan gaan we verder. Ik zou graag van Wonen Limburg willen vragen bij de nieuwbouwproject op de Borsten of daar onderzoek is gepleegd op de ondergrondse bewegingen. Niet op diepere problemen, dieper in de bodem, zal ik maar zeggen. De woningen die daar staan of hebben gestaan, die hadden problemen, maar dat waren, met respect, het waren oppervlakkige problemen. Al gaat het over, hoe zat de vochthuishouding van die woning in elkaar en wat was de relatie met de ondergrond. Waar u volgens mij op doelt is, ik zou bijna zeggen tektonische bewegingen door mijnbouw in de diepere ondergrond of door de veldbies. Dat soort vraagstukken zijn ons onbekend en daar hebben we ook geen onderzoek naar gedaan. Ik heb nog één vraag openstaan met betrekking tot de buitering.